Geert, wat gaat hier gebeuren? Nou, we kregen een koolzuurtanks. Dat zijn er wel flinke joekels. Ja, nou, dat de capaciteit meer dan verdrievoudigd. Maasduinen Centraal, de regio, dat zijn wij. Wat gaat daarin? Is het gevaarlijk? Is het... Nee, het is helemaal niet gevaarlijk. Het is vloeibaar koolzuur, CO2. En alleen tijdens transport is koolzuur gevaarlijk, omdat het onder druk staat. Maar zo gauw als het uit de tankwagen is, dan is het gewoon een normaal product. En dan wordt er allemaal koud ijs van gemaakt? Ja, allemaal droog ijs wordt er van gemaakt. En is het vooral voor jullie eigen productie of is het ook voor de verkoop? Nee, het is een groot deel is eigen. Dus voor gebruik om machines en zo te reinigen. En een groot gedeelte is voor koeleigenschappen, dus voor de verkoop. Kan Derks hier weer de komende jaren mee vooruit? Ja, ik denk dat wij klaar zijn voor de toekomst. En, en vooral de kinderen, die hebben dan een groot deel van ons bedrijf overgenomen. En dit is de volgende stap die ik voor hun voorbereid heb. Dus dat ze eigenlijk klaar zijn voor de komende 10, 20 jaar. Maasduinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.